Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Cas en welkom bij De Greef. In deze video ga ik jullie iets vertellen over wel een hele bijzondere caravan. Dit is namelijk de grootste caravan van Europa, de Cabe Imperial 1000. De caravan is 11,60 meter lang en heeft een breedte van 2,50. Alvorens ik jullie iets ga vertellen, kijk even mee naar deze mooie beelden. Aan de voorzijde van de caravan kunnen we zien dat de caravan is uitgerust met een Alco stabilisatorkoppeling. En tevens is natuurlijk bij elke Cabe caravan standaard het Alco ATC systeem aanwezig. Die registreert het weggedrag en grijpt in waar nodig. Hier kunnen we zien dat ook de caravan is uitgerust met de Truma Duo Control. Is de ene gaffles leeg, schakelt die automatisch over naar de volgende gaffles. En er zit een ijsex op, dus het kan ook niet bevriezen in de winter. Dan kunnen we zien dat de disselbak is afgewerkt met een mooie LED-strip, zodat je ook verlichting in de disselbak hebt. En hier kunnen we zien dat er ook een gasbuitenaansluiting op zit, waardoor je heel makkelijk een barbecue of een andere gasverbruiker aan de buitenkant erin kunt prikken. Ook kunnen we zien aan de voorzijde dat deze caravan is uitgerust met een panoramaraam. Het ziet er en optisch super fraai uit en het zorgt voor ontzettend veel lichtinval in de caravan. Hier aan de zijkant kunnen we natuurlijk zien dat ook deze caravan weer voorzien is van het Imperial design. Het is een bedrukte plaat, het is geen sticker, het zit er echt in verwerkt. En natuurlijk ook de speciale Dometic ramen die in de zijwand verzonken zijn. Hier hebben we een vulaansluiting voor de watertank. Hier kunnen we zien dat er een City wateraansluiting aanwezig is, waardoor je de Gardena slang erin prikt en zo continu aanvoer van water hebt. Hier hebben we de buitendouche. Je kunt hier de temperatuur nog inregelen. Natuurlijk ideaal om je keer af te spoelen of misschien wel de afwas te doen. Onder het stapelbed hebben we nog een serviceluik. Hier kunnen we ook zien dat er ook weer verwarming in is. En natuurlijk de luchthappers die zorgen dat de warme lucht die opstijgt goed verdeeld wordt door de caravan. De achterkant van de caravan is gemaakt van kunststof. Dus eigenlijk is dit gewoon optisch, want hierachter zit gewoon een vlak aluminium plaat. Wat zorgt dat er geen koude bruggen zijn, waardoor je altijd een perfecte binnentemperatuur houdt. Ook een leuk detail is te zien de letters Cabe. Dat is het derde remlicht. En natuurlijk de mooie letters met het opschrift Imperial. Aan de andere zijde zit hier het luikje voor een eventuele cassette. Deze caravan is optioneel uitgerust met het Cinderella verbrandingstoilet, waar ik jullie dadelijk meer over ga vertellen. Maar je hebt hier nog een mogelijkheid om wat spulletjes in op te bergen. Verder, ja, het is natuurlijk een behoorlijk lange caravan. Het chassis van Alco is maximaal uitgeschoven, dus het is echt de grootste maat die mogelijk is. Op de Imperial standaard ook te zien dat er 17 inch lichtmetalen velgen onder zitten. Aan de voorzijde hebben we natuurlijk onder de gehele rondzit de uitrekbare, verwarmbare skilade. Deze ook weer te ondersteunen met een pootje. En een leuk detail is dat de skibak voorzien is van een radiatorverwarming aan de bovenzijde, die ook helemaal doorloopt naar voren. Dus alles wat je in deze bak legt, wordt ook automatisch weer droog. En uiteraard ook weer voorzien van LED-verlichting. Dan komen we bij de stroombox van de caravan. Die zit hier. We hebben de aansluiting voor de walstroom. Daarnaast hebben we de aansluiting voor 220 volt. Een schakelaar voor de verlichting. In- en uitvoer van televisie. 12 volt aansluiting. En ook de mogelijkheid om eventuele buitenspeakers te installeren. Hier kunnen we aan de controlelampjes zien waar de stroom vandaan komt. De caravan staat op spanning en er staat spanning op de paal. Je kunt hem netjes dicht doen en ook heb je hier nog de mogelijkheid om hem weer op slot te doen, zodat ze de stroomkabel niet meenemen. Dan zien we hier de buitendeur. De buitendeur van alle Cabe caravans zijn voorzien van dubbele rubbers. Het sluit veel beter af. Geen of nauwelijks koude bruggen. Dan kunnen we hier ook zien dat de Thule elektrische opstap gemonteerd is. Laten we deze caravan even aan de binnenzijde bekijken. Zo, in deze caravan beginnen we hier vooraan de voorkant en de rianten
ruim rond zit. Zoals je kunt zien is de caravan voorzien van lederen bekleding. Dit is de Rockford bekleding, zwart leer. Totaal heb je 3 soorten waar je uit kunt kiezen. De banken die aan de zijkant zitten zijn standaard voorzien van een slide-out systeem. Je schuift hem naar voren en je kunt lekker onderuitgezakt kun je relaxen. Dan vinden we hier de grote tafel. Deze staat op een schaarsstatief. Optioneel heb je hem met een zeilstatief. Je kunt hem makkelijk verplaatsen en hij is super stabiel. Dan zien we hier aan de voorzijde van de caravan dat er een bewegingssensor in zit. De Cabo Imperial modellen zijn standaard uitgerust met een alarmsysteem. Vervolgens hierboven zien we de mooie vergroomde spotjes met een ingebouwde USB-lader. Aan weerskanten. Natuurlijk zijn alle ramen voorzien van plissé-verduistering en een vliegenhoor. En een leuk detail is dat door het panorama-raam de voorkastjes wegvallen. Maar daarvoor in de plaats krijg je een mooi panorama-raam waar de licht mooi naar binnen schijnt. Waardoor je optisch een nog groter ruimte-effect krijgt. Dan zien we dat links en rechts van het panoramaraam de ingebouwde speakers zitten. Standaard zit er een surround systeem in deze caravan met de subwoofer. En dan zitten speakers voor en dan zitten speakers achter in de caravan. Ook kunnen we zien dat de kasten voorzien zijn van dubbele scharnieren met een gasveer. En natuurlijk de automatische pushlock sluiting, waardoor de kast meteen afgesloten is. In dit kastje hiernaast kunnen we de standaard ingebouwde wifi router zien, waarmee je je eigen hotspot in de caravan creëert. En we kunnen ook zien dat hier aan de zijkant een schuif zit. En dit is namelijk het smart fan systeem. Het is super bedacht van Cabo. Er zit een klep in de vloer die je hiermee open of dicht kunt stellen of in een andere gewenste stand. Wat ervoor zorgt dat je altijd aanvoer hebt van frisse lucht, waardoor er eigenlijk nooit condensvorming in de caravan kan plaatsvinden. Onder deze bank kun je zien dat hier de 70 liter vaste watertank ingemonteerd zit. En een leuk detail is, op de leidingen zitten de blauwe kleppen die elektrisch aangestuurd worden, waarmee je de leidingen open en dicht kunt zetten, waardoor alles automatisch uit de tank wordt gepompt. Aan de andere kant van de bank dan vinden we de standaard ingebouwde accu. Alle kabelkermen zijn standaard uitgerust met zo'n accu. Het is een 130 ampère mastervolt accu. Zodat je de caravan ook kunt gebruiken zonder stroom. Walstroom, maar dan op 12 volt. Hier vinden we het Dometic centrale bedieningspaneel. Alles wat elektrisch te regelen is in de caravan, is te bedienen via dit systeem. Denk hierbij aan de verlichting, de kachel op stroom of op gas, de koelkast, de airco, stroomverbruik. Alles kun je aflezen op dit paneel. Wil je hier nou meer over weten? Kijk dan even in een van onze andere video's. Vervolgens zien we hier dat de toegangsdeur voorzien is van een plissé hoordeur. Hier zit de ingebouwde radio. Standaard de televisiebeugel met een losse oplader voor een smartphone. Dan zien we hier ook de enorme ruime keuken die erin zit. Standaard is de keuken voorzien van 2 gaspitten en 2 inductiepitten. Optioneel kunnen we er ook 4 gaspitten inzetten. Standaard de afzetkap die in 2 standen in te stellen is. Ook zien we hier de bakoven, de grill. En een leuk detail is de uittrekbare snijplank die erin zit. En natuurlijk zijn alle lades voorzien van softclose. En hier hebben we nog 2 ingebouwde prullenbakjes. Natuurlijk zijn ook alle lades voorzien van een centrale vergrendeling. Als we deze omzetten, zijn er inderdaad alle keukenlades op slot. Het aardigblad is afgewerkt met een betonlook. Zowel ook de afdekking van de spoelbak. Dan hebben we aan de andere kant de nieuwe Dometic koelkast met vriezer. En het leuke is dat je deze ook aan weerskanten kunt openen. Onder de koelkast is nog een magnetron erin gezet, zodat je eigenlijk alle kookapparatuur bij je hebt. Hier vinden we nog een kastje voor de jassen. Ook zit hier een aansluiting voor televisie, 12 volt en 220. Dan hebben we hier nog een hele grote hangkast erin zitten. Alle kasten zijn ook voorzien van LED-verlichting, zodat je ook verlichting hebt in de kast. En hier hebben we het grote bed, het 2-persoons bed.
Alle Imperial modellen zijn standaard voorzien van een elektrisch verstelbaar hoofdeinde. Wat ideaal is bij eventueel televisie kijken of als je nog een boek zou willen lezen. De achterkant van het bed is mooi afgewerkt met een Alcantara stof. En uiteraard voorzien van twee ledspotjes met ook weer een oplaadpunt. Onder het bed hebben we natuurlijk ook nog voldoende opbergruimte. Hier kunnen we zien dat de losse accessoires die worden bijgeleverd in een doos. Hier hebben we de uitrekbare slang voor de stofzuiger. Ook zien we dat er een dubbele bodem in zit. Klein stukje omhoog halen. De dubbele bodem zorgt ervoor dat er continu luchtcirculatie is. Wat natuurlijk een betere warmteverdeling geeft. En een leuk detail is dat hier ook de Alder Flow in zit. De Alder Flow is een voorverwarmer die het water voorverwarmd naar de boiler stuurt. Wat zorgt dat je onbeperkt warm water hebt. Dus je kunt prima allemaal achter elkaar douchen zonder warmteverlies. Hier zien we ook de motor van de elektrisch verstelbaar hoofdeinde. Het bed is gemaakt van een aluminium frame, dus niet van hout. Is veel sterker. En natuurlijk zijn alle kabelcaravans voorzien van binnenveringsmatrassen met een extra topper. Dan zien we hier dat er ook een luikje aanwezig is. Dit is het ventilatieluikje wat je kunt openen. Ook terwijl het regent of sneeuwt heb je altijd een frisse lucht. Hier kun je ook zien dat de zijwanden allemaal in de gehele caravan bekleed zijn met stof. Evenals het plafond wat bekleed is met stof, wat geluidsdempend is, het is isolerend. En het vocht wordt ook opgenomen zodat je nooit condensvorming in de caravan krijgt. Lopen we door naar de slaapkamer voor de kinderen natuurlijk. Dit model heeft twee bedden aan deze kant met een treinzitje aan de andere kant. Hier hebben we de droogkast met hieronder de kachel. Dit is de Alder 3030 kachel. Het is een kachel die elektrisch en op gas te verwarmen is. En ook is de vloerverwarming erbij aangesloten. Werkt op warmwaterbasis. Je ziet dat de warme lucht door de radiator opstijgt en in de kast terechtkomt. Dus je hebt hier ook automatisch een droogkast. Vochtige kleding wordt ook automatisch weer droog. Voorzien van een roede met ledverlichting. En aan de rechterkant vinden we het expansievat om de vloeistof bij te vullen. Centrale stofzuigersysteem. Het systeem is makkelijk te bedienen. Uitrekbare slang zit erbij. Aan of uit. En je kunt eigenlijk door de hele caravan gemakkelijk stofzuigen. Dan vinden we aan de andere kant de dubbele kast. Dat zijn twee legkasten die je eventueel ook om kunt bouwen tot een hangkast. Lopen we door naar de achterkant van deze caravan. Dan zien we dat hier een hele riante badkamer is. De caravan is voorzien van een afsluitbare douchecabine, optioneel voorzien van het houten vloerrooster. En een leuk detail is dat hier nog een roede bij zit, die kun je er ook uit pakken. Maar mocht je eventueel kleding op willen hangen, dan kan dat natuurlijk ook. De spoelbak, weer een lade met twee kasten onderin voor wat extra opbergruimte. Mooie spiegel met weerskanten ledverlichting erin verwerkt. En natuurlijk hebben we hier het Cinderella verbrandingstoilet. Het is geen cassettetoilet, het is een toilet met een verbrandingskamer erin. En het werkt eigenlijk als volgt. Het toilet doe je open. Een puntzak die daarbij geleverd wordt, doe je hierin. Ben je klaar, doe je de deksel dicht. En je drukt eenvoudig op eigenlijk het doorspoelknopje. Dan kunnen we zien dat de puntzak verdwijnt in de verbrandingskamer. Die verbrandingskamer wordt ongeveer 600 tot 800 graden warm. De puntzak wordt volledig verbrand en komt eigenlijk als as in de aslade. Dit is de aslade. De aslade moet geleegd worden bij ongeveer 90 keer gebruik. Werkt vrij eenvoudig. Ben je klaar, dan leeg je hem gewoon in de prullenbak en je kunt hem weer 90 keer gebruiken. Je hebt geen water nodig, geen chemische vloeistoffen en je kunt het altijd gebruiken. Dan vinden we boven het toilet de elektrische handdoekdroger. En natuurlijk ook weer eens de badkamer voorzien van twee extra stopcontacten. Met een raampje waarmee je kunt ventileren. Lopen we door. Dan kunnen we ook nog zien dat onder het stapelbed deze optioneel voorzien is van twee lades. Wat natuurlijk ideaal is om wat spulletjes in op te bergen. En ook vinden we weer in de slaapkamer een smart vent met klep in de vloer die je open of dicht kunt zetten. Dan hebben we hier het dressoirkastje, ook weer volledig voorzien van opbergruimte. Met voldoende opbergruimte in de bovenkasten. En ook in het midden van de caravan is de airco gemonteerd. Die kan zowel verwarmen als koelen.
Dan vinden we hier ook nog twee 40-40 mini-hekjes. En de grote dakluik. Wat ook weer voorzien is natuurlijk van verduistering. En van een vlieger. Zo. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Geef ons even een duimpje. En mocht je meer willen weten over dit model of een van onze andere modellen, kijk dan even op www.degreef.nl of kom langs in onze showroom in Graven.